We stichting De Backlot heeft vanmorgen in samenwerking met het Wereld Natuurfonds, WWF, de kick-off van Earth Hour 2018 gedaan op de Maria Hartman School. De campagne bestaat uit verschillende onderdelen, waarvan de kick-off één is. De slogan voor 2018 is Connect to Earth. De leerlingen van het leerjaar 8, of de 6e klas, mochten samen met de kunstenares Kim Sonto Sumarto hun eigen lamp maken met gerecyclede petflessen. Deze lampen zullen de kinderen tijdens Earth Hour gebruiken wanneer de lichten voor 1 uur uitgaan. Volgens Henna Draaibaar, projectuitvoerder, ligt het accent dit jaar op de educatie. We variëren. Vorig jaar waren we in Kommerwijnen. En het jaar daarvoor waren we op de Bernadette School. En nu dachten we nemen een andere school en dat is Maria Hartman School. Niet met een speciale reden. Kijk, we willen graag een soort estafette doen. Dus de kinderen van de Maria Hartman School gaan straks onder begeleiding van de politie de straat op. En dan gaan ze de bal brengen naar de Sinja, kinderen van de Sinja School. Die komen ons halverwege tegemoet lopen en dan wordt de bal overgedragen. We willen symbolisch laten zien dat de wereld voor onze toekomst is voor de kinderen. Dus we dragen het over naar iedere keer een andere groep. In de hoop dat ze er op een hele goede manier en zorgvuldig mee omgaan. Gerald Pinas, WWF Communications Officer en de waarnemend minister van Onderwijs Patrick Pengel zijn door de leerlingen geïnstrueerd hoe een Earth Hour lamp gemaakt wordt. Pinas zegt dat de WWF allereerst op de natuur let, maar ook op de mens. Want mensen zijn een deel van de natuur. Ook waarnemend onderwijsminister Pengel gaf de kinderen mee dat zij samen met de rest van de wereld de aarde moeten beschermen. De leerlingen hebben samen met Pinas en de minister met de grote aardbol op het terrein van de school gelopen. Pinas legt uit waarom WWF dit initiatief ondersteunt. En waarom steunt WWF Guyana's, WWF in Suriname, Earth Hour? Omdat we in het groenste land van de wereld wonen. We hebben het meeste bos als je het optelt in procenten. Ongeveer 93,5, bijna 94% van ons land is bedekt met bos dat nog goed is. In andere landen hebben ze maar 5% of 10% dat bedekt is met goed bos. Wij moeten daarom heel zuinig zijn met onze bossen en alles wat daarin voorkomt. Water, de aarde, de bodem dus, de dieren, maar ook mensen. En wij zijn een deel van die hele natuur. Dus het is niet alleen maar de Maria Hartman School, maar het is ook de puntje-puntje school helemaal in Afrika. Misschien. Of een school helemaal in Azië. Alle werelddelen. Amerika. India. Zullen onderdeel zijn van het heel groot leger. Het leger dat we nodig hebben om onze kostbare aarde te beschermen. Want we hebben maar één. En we hebben maar één planeet waarop mensen leven. Dat is de aarde. Dus jullie en later de generaties die na jullie volgen, moeten de aarde zo goed als mogelijk beschermen. We moeten er zo goed als mogelijk mee omgaan. Waarnemend onderwijsminister Patrick Pengel en daarvoor WWF Communication Officer Gerald Pinas vanmorgen tijdens de kick-off van Earth Hour 2018 die gedaan is op de Maria Hartman School. Op 24 maart gaan ter wereld vanaf 8:30 s'avonds voor een uur alle lichten uit ter bescherming van de aarde. Earth Hour 2018 wordt niet gehouden op het Onafhankelijkheidsplein. Earth Hour is het evenement waarbij jaarlijks wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor de noodzaak van energiebesparing. De reden voor het niet doorgaan is dat het plein wordt gerenoveerd. Dit zegt Henna Draaibaar van Stichting De Backlot, die de organisator van Earth Hour 2018 is. Dit is het derde jaar dat de stichting dit evenement organiseert in opdracht van het Wereld Natuurfonds WWF. En we wilden ook graag naar het Onafhankelijkheidsplein, maar we hebben A, geen co-funding gevonden, dus de extra kosten. En B, wel toestemming gekregen voor het plein, maar we mochten geen opstallen op het plein doen vanwege de schade van het Onafhankelijkheidsplein. En het format dat wij hadden bedacht was juist iets waar we twee podia voor nodig zouden moeten hebben. Dus dat gaan we naar volgend jaar tillen. Hopen dat het plein in orde is en anders een alternatief. En het draaibaar van de stichting De Backlot vanmorgen tijdens de kick-off van Earth Hour 2018 op de Maria Hartman School. Draaibaar geeft aan dat Earth Hour niet op het Onafhankelijkheidsplein wordt gehouden in verband met de renovatie van het plein. Het is nog niet duidelijk waar dit evenement gehouden zal worden.
Op 24 maart zal het licht een uur uitgemaakt worden en dat gebeurt vanaf 8:30 s'avonds. Miljoenen mensen in meer dan 125 landen in de wereld doen mee aan dit evenement, omdat zij zich zorgen maken over de toekomst van onze planeet.